chatgesprekken op diensten als WhatsApp zijn versleuteld door middel van encryptie. Dat betekent dat er niemand stiekem kan meekijken omdat er een goed slot op zit. Maar als dat aan demissionair minister Grapperhaus ligt, dan verandert dat binnenkort. Ondanks een herhaaldelijk nee van zowel de Tweede Kamer als verschillende organisaties is hij nog steeds bezig om de sleutel voor het WhatsApp-slot te regelen. Hij wil namelijk dat bijvoorbeeld politie, AIVD, Defensie kunnen meekijken als dat nodig is. Net zoals bij telefoon- en internetverkeer waar het momenteel al kan. Maar wanneer mag dat eigenlijk? Dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Rechtspraak met Damsee Advocaten. Nandini Lachman, goedemiddag. Goedemiddag, hi. Ik wil eigenlijk het gesprek iets anders beginnen dan anders. En ik heb iets geregeld, eigenlijk voor Nandini, voor jou en voor even. Jullie mogen het samen oplossen. Ik heb een kleine rebus. Kijken. Een kleine rebus. Even, misschien kun je ons meenemen in wat we zien. Oh ja, dit is wat is encryptie? Encryptie, ja. Ja. Goed, heel goed. Dus het is een kat is wee, vis en dan iets met een pen en een pet. Ja, in ieder geval, de vraag is, wat is encryptie? Even, nou weet ik dat jij zit nogal diep in de ICT, want daar gaat het even om. Encryptie, ja. Wat betekent het eigenlijk? Nou, encryptie betekent dat je een boodschap op een bepaalde manier versleutelt. Dus dat je een algoritme gebruikt om een bepaalde boodschap in een andere representatie om te zetten. Mm-hmm. En je hebt daar twee soorten van. Je hebt encrypties die omkeerbaar zijn. Dus die ook decrypteren. Die kun je decrypten zijn. Precies, die kun je ontcijferen. Precies. En je hebt ook varianten waar het niet kan. En deze WhatsApp, weet je daar iets van? Hoe WhatsApp is versleuteld? Ja, dat is een soort van end-to-end encryptie. Dat betekent dat je tussen twee personen eigenlijk een sleutel uitwisselt. En als jij beide die sleutel hebt, dan kun je de berichten van elkaar bekijken. Ja. Maar voor andere mensen is het dus gewoon willekeurige tekst die voorbij komt. Mm-hmm. Dat klinkt op zich, Nandini Lachman, als iets moois. Wat zijn de voordelen van zo'n versleuteling eigenlijk? Ja, vanuit privacyperspectief is het inderdaad iets geweldigs. Want zo'n end-to-end encryptie, dat betekent natuurlijk dat je berichten vrijelijk kan versturen zonder dat iemand meekijkt. En je hoeft je dan ook niet in te houden om bepaalde dingen te zeggen. Dat kan je gewoon vrijelijk doen en dat is natuurlijk een heel mooi goed. Waarom wil de overheid dan toch ingrijpen in dit geval? Dat is eigenlijk om het volgende. Het is niet dat zij standaard ingrijpen. Het is alleen als er bijvoorbeeld dingen verstuurd worden die de nationale veiligheid aantasten. Of mensen zijn bijvoorbeeld kinderporno aan het versturen. Dan is het natuurlijk wel belangrijk dat dat wordt aangepakt. En dan is het natuurlijk eigenlijk best wel wenselijk dat de overheid kan ingrijpen en kan meekijken wat er dan wordt verstuurd. Ja. Ja. Ja, dus en dan wat ik ervan heb begrepen is dat de overheid eigenlijk een soort van sleutel wil hebben, een soort van loper waarmee zij als ze willen gewoon kunnen meekijken. Maar dan zijn er dus ook heel veel organisaties, bedrijven, ook Amnesty International bijvoorbeeld heeft zich uitgesproken en de Tweede Kamer overigens, die zeggen van ja, wij maken ons daar zorgen om. Wat is dan het gevaar daarvan, van het eventueel openstellen van zo'n WhatsApp-omgeving? Ja, wat het voorstel nu eigenlijk wil, is de encryptie afzwakken. En dat zou dus de volgende gevaren met zich mee kunnen brengen. Dat hackers ook bijvoorbeeld toegang zouden kunnen krijgen als zij een beetje slim omgaan met de encryptie. En dat is natuurlijk niet wenselijk, want dat zou kunnen betekenen dat we hebben al heel veel internetcriminaliteit en dat zou eigenlijk alleen maar meer worden. Dus dat is iets wat niet wenselijk is. Nou is er de afgelopen jaren heel veel veranderd op het gebied van het opslaan van persoonsgegevens. Met name in Europa zijn er grote stappen gezet met de introductie van de AVG. Mm-hmm. In hoeverre vallen dit soort berichten, dit soort berichtenverkeer onder de AVG? Je hebt inderdaad de AVG waar een internet service provider zich aan moet houden. Maar met WhatsApp zit dat net even anders. Want we hebben in Nederland de telecommunicatiewet en dat regelt wanneer de overheid bijvoorbeeld mag ingrijpen en bijvoorbeeld telefoontjes mag aftappen. Want dat mag al voor het normale telefoonverkeer en sms-verkeer. Maar WhatsApp is een OTT-dienst, noem je dat. En die vallen net buiten de regelgeving. Maar wat wel van toepassing is op deze partijen, is dat zij medewerking moeten verlenen als er bijvoorbeeld als de overheid signalen heeft of een inlichting die signalen heeft dat er iets gebeurt waar zij moeten ingrijpen. Wat is die medewerking dan? Waar bestaat die dan uit? Want WhatsApp gaat blijkbaar niet zeggen, kijk maar mee in de gesprekken, want dat kan niet. Nee, dat kan inderdaad niet. En dat zou dus betekenen dat je moet inbreken in een device. En dan heb je eigenlijk veel te veel gegevens krijg je dan te zien. Je krijgt ook allerlei andere gegevens te zien die je eigenlijk niet nodig hebt. Dus wat
Wat een optie is, is dat ze dus alleen maar de gesprekken te zien krijgen. Maar dat is dus nu niet mogelijk. En daarom willen ze die encryptie afzwakken, zodat ze wel kunnen inbreken en het gesprek kunnen meelezen. Dus dan eigenlijk een soort achterdeurtje. Ja. Ergens voelt het ook wel een beetje vreemd, hoor. Want als je internetverkeer en telefoonverkeer kan aftappen, mag je iets van vinden. Dat dan bij WhatsApp-verkeer niet kan. Want het is ook een vorm van communicatie. Of bij welke chatdienst dan ook. Ja, het is eigenlijk niet heel veel anders dan de diensten die we nu al hebben. Want vandaag de dag kan je ook via WhatsApp bellen en via Skype. En via Waarom wordt hier dan toch zo moeilijk over gedaan? Over die chatdiensten? Heb je daar een idee van? Ja, dat heeft dus te maken met of het binnen de reikwijdte van de wet valt. En dat is de telecommunicatiewet die dat allemaal regelt. En die zegt, als je door het openbare telecommunicatienetwerk gaat, dan val je onder de wet. En WhatsApp en alle andere partijen, die gaan niet over datzelfde netwerk. Dat zijn internetdiensten, ja. En die vallen daar buiten. Maar goed, ze hebben wel een medewerkingsplicht. Maar met die medewerkingsplicht kan je vandaag de dag ook niet zoveel. Omdat je niet kan inbreken, omdat die end-to-end versleuteling ervoor zorgt dat alleen maar de verzender en ontvanger de berichten kunnen zien. Ik begreep ook dat bijvoorbeeld journalisten bijvoorbeeld maken ook gebruik van dit soort diensten om eigenlijk in vertrouwelijkheid met elkaar dingen te bespreken. En daarvan zeggen ze ook van, ja, je moet niet willen dat in landen waarin mensen iets minder nauw met de mensenrechten omgaan, dit soort gegevens ingezien kunnen worden. Want dan lig je eigenlijk als journalist en je bronnen liggen dan op straat. Ja. Dus ergens voel ik me daar ook wel weer wat voor mee. Maar goed, dat moet iedereen zijn mening over hebben. Dat is sowieso het dubbele bij überhaupt deze wetgeving. Mm-hmm. Ongeacht of het nou over dit soort communicatie gaat, dus via WhatsApp of een soortgelijke dienst, of dat het over telefonie of internet gaat. Het is ergens natuurlijk ook wel zorgwekkend dat je als overheid zomaar in kan haken op dit verkeer. En ik snap al dat er wat meer voor nodig is, dat je niet een willekeurige persoon selecteert en daarmee gaat afluisteren. Mm-hmm. Maar dat je dat als overheid kan doen. Ja. Het is wel een heftige vorm van. Ja, want wanneer mag het eigenlijk? Want dat is even. Want die bijvoorbeeld telefoon- en internetverkeer, en dan weet jij waarschijnlijk wel wat van. Je mag daar dus soms wel bijvoorbeeld aftappen. Nou kennen we al die CSI-achtige series, dat gebeurt. Mm-hmm. Maar wanneer gebeurt dat in werkelijkheid eigenlijk? Wanneer mag mijn telefoon worden afgeluisterd? Dat mag alleen als daar echt wel een aanleiding toe is. Dus als je wordt verdacht voor een misdrijf waar meer dan 4 jaar gevangenisstraf op staat. En dan moet daar ook nog toestemming voor worden gevraagd bij de rechtercommissaris. En dat mag eigenlijk alleen maar voor 4 weken. En als je dan langer moet tappen als inlichtingsdienst, dan kan dat. Maar dan moet je daar opnieuw toestemming voor vragen. Ja. Dus dat is best wel goed geborgd in onze wetgeving. En het is ook niet zo dat ze continu meekijken. Er moet echt wel aanleiding zijn en je moet echt wel een grote boef zijn, willen ze meekijken in de dingen die jij verstuurt. En er zit dus eerst nog een rechter tussen. Ja, zeker. Ik zat me nog één ding af te vragen. Zo'n bedrijf als WhatsApp is in handen van Facebook. Ja. Dus het zit in Amerika. In hoeverre kunnen wij als Nederlandse overheid daar invloed op uitoefenen? Dus in hoeverre kunnen wij zoiets eisen? Ja, dat is een hele goede vraag. En dat maakt het probleem ook zo moeilijk. Want het is niet. We hebben niet te maken met Nederlandse partijen. Dus we kunnen niet zeggen van, nou, dit is de set regels waar je aan moet houden. En klaar. Je zou eigenlijk. Naar mijn mening zou de overheid eigenlijk moeten gaan kijken hoe ze kunnen samenwerken met deze partijen. Want het afzwakken van encryptie is denk ik niet per se de oplossing. Maar misschien dat je samen wel zou kunnen kijken naar hoe je de gezamenlijke doel kan bereiken. Want volgens mij is iedereen daar wel voor om misdrijven tegen te gaan. Mm-hmm. Nandini, we zijn het gesprek begonnen met een versleutelde boodschap. Ik heb er ook nog één aan het einde. Oké. En dat is deze. Dit noem jij versleuteling. Jij denkt dat het zo. Ja, goed. Dit is toch een soort van wat het is, hè? Oh. Dus misschien kunnen we die ook nog even samen oplossen. We zien een bed. Oh ja, precies. Dan Ann. Dan zien we de kat weer. Ja. Ja, ik heb hem al. Heb je hem? Ja. Bedankt. Bedankt. Vee. En dan een oor. Ik zie het niet helemaal. Bedankt voor de uitleg. Bedankt voor de uitleg. Ja. En Nandini, dankjewel. En tot de volgende keer. Yes, tot de volgende keer.